Fijn dat jullie er ook zijn. Tuurlijk. Ja, ja. Okay. Ja, mooi. Even zien, ik ook. Nederland. Daar staat de Marieke, de directeur van Museum Jan. We gaan zo meteen de Nationale Sportweek openen. Dat doen we onder andere met Daniel en met Philip. Maar natuurlijk met onze wethouder. We gaan zo even loten. Tussen jullie twee en degene die wint, die gaat samen met de wethouder. Ik weet niet of je al een zet hebt bedacht, Herbert. Je bent politicus, dus ik neem aan dat je heel goed kan schaken. Nee, heel blij dat deze twee hier het rood zijn. We gaan dus ook weer via de tuin naar buiten en dan gaan we beginnen. En ik wil het woord geven aan Sven, want we openen zo meteen de Nationale Sportweek en er zit een heel programma aan vast. En dat heet Sven helemaal hetzelfde. Ja, nee, vandaag de eerste dag, officieel eigenlijk de tweede dag. We zijn gisteren begonnen met een scholenactiviteit, de 10-10 Challenge. Maar vandaag de Denksportdag in het Oude Dorp. We hebben drie verenigingen die vandaag eigenlijk een plek hebben gegeven om zichzelf te presenteren. Dat is de Brisbanevereniging Brivea, Schaakvereniging Pegasus en we hebben de Vechtsportvereniging Atelim. Dat is misschien iets wat je niet helemaal voor de hand liggend vind ik op een Denksportdag, maar zij doen heel veel met Denksportspelletjes met hun vechtsportstudenten. En die zijn hier vandaag ook. En daarnaast hebben we onze eigen beweegbus met allemaal leuke activiteiten voor jong en oud. Dus van alles te doen. Maar we hebben nog veel meer deze week. Morgen hier vlak achter naast het raadhuis bij de Poelhoever hebben wij de Poeldag. Daar hebben wij een open dag voor eigenlijk alle sportverenigingen, maar vooral ook de watersportverenigingen die allemaal in dat gebied zitten. Die gaan zich ook presenteren. Maar op het gras nog veel meer activiteiten, ook voor de kinderen, een kidsfestival, luchtkunstjes. Met ook weer startschot in Kano. Ja, en Kano. Onze wethouder gaat daar het water op, dus dat wordt een heel spectaculair moedje bij zijn. De rest van de week. Wat wij de rest van de week doen, is eigenlijk vooral een platform zijn voor alle verenigingen in Amstelveen. Dus we hebben onze website helemaal ingericht. En daarop kunnen de verenigingen kenbaar maken aan de inwoners van Amstelveen wat voor een leuk aanbod ze hebben deze week. Ze hebben eigenlijk allemaal hun deuren opengezet. Met gratis aanbod om nieuwe leden te werven en kennis te laten maken met hun sportaanbod. Dat doen we de hele week en wij sluiten af aan het einde van de week op zondag 24 op het Stadshart in Amstelveen. Dan hebben we Amstelveen on Wheels. We hebben eigenlijk alles wat rolt, komt daar bij elkaar. Letterlijk van loopfiets, stuntstep, BMX, rolstoel. Van alles wat er eigenlijk maar rolt, komt bij elkaar. Van jong en oud. En we hebben een hele leuke dag met ook een aantal wereldkampioenen in ons gezelschap. Daniel Abraham. Maar ook Siets van Berkel, BMX wereldkampioen, die gaat allemaal shows geven. Dus heel spectaculair, maar ook echt voor de jongsten. En Herbert gaat daar ook op de fiets. We zijn zo blij met onze wethouder sport. Herbert is goed gepresenteerd deze week. Die gaat op de fiets met een dikke bandenrace parcours afleggen tegen Daniel op zijn racefiets, die net wereldkampioen geworden is op een Paralympisch onderdeel. En ook Siets van Berkel op zijn BMX. Dus dat wordt een hele spannende race, Herbert. Ik hoop dat je goed getraind hebt. Heel goed. Maar goed, in ieder geval allemaal leuke dingen te doen. Maar vandaag een hele leuke aftrap. Prachtig weer er ook bij. Dus we gaan er een hele mooie dag van maken. En die gaan we zo officieel openen. Oké. Okay. Ik heb hier het muntje. Ik stel voor dat we buiten gaan tossen. Dan krijgen de anderen dat ook allemaal mee. Dan wil ik vragen of Herbert met me meeloopt. Ja, mag ik één ding even zeggen? Ja. Dat we toch nog onder elkaar staan. Even vanuit onze kant, van de gemeente, ook vanuit de gemeenteraad en van het college van BNB. Naar jullie als organisatie. Echt ongelooflijk petje af en complimenten hoe dit weer staat. De sportteam staat er weer fantastisch op de aankomende weken in Amstelveen. Blije mensen. Dit is eigenlijk wat we eigenlijk heel graag willen. Ik weet dat het allemaal best wel veel voet in de aarde heeft. Dus Helene, ik zeg maar even tegen jou, maar dat geldt natuurlijk ook voor al je mensen. Dankjewel en maar ik ga niet in die kamer zitten. Nee. Ja. Leden nog Amstelerveen. Martijn, geen wedstrijd, hè? Partij. Partij. Pas op, hè? Ja, dat is. Nou, u mag ook al als u denkt, nou, hier zie ik kort een set. We gaan de Nationale Sportweek openen.
zie hier iemand staan. Wil jij mij helpen met de tos? Ja, ik vraag, dames en heren, of jullie aan die kant willen staan, dus bij Helene. Aan die kant, kom lekker bij, staan we de leukste beelden voor tv en op de foto. Dus ik wil vragen of jullie allemaal ook aan die kant willen gaan staan. Dan hebben jullie de zon namelijk in de rug, dan kunnen jullie mooi op beeld zetten. Dus voor de dames en heren, kom lekker bij, staan aan die kant. Hoe heet je? David. Ja. Oké, David. Wit, hem. Dus het? Kop. Kop. Hij is wit. Philip wordt wit. Raniel speelt met zwart. Scherp, Helene. Ik wil graag even nog het woord geven aan onze wethouder Sport, Herbert Raad. Goedemiddag allemaal. Fijn dat we hier met z'n allen weer zijn. Ik heb net binnen ook al gezegd, alle mensen van het sportbedrijf, dank voor jullie inspanningen. Dat staat een hele mooie week voor de sport in Amstelveen. En nu vandaag dan met de denksport, schaken. Ik heb gelukkig een heel goed advies gekregen. Dus, ja? Nou, deze van jij bent ontzettend talent, toch? Of niet? Dat gaat heel goed met jou, of niet? Vertel eens even. Dat wil ik hopen. Ik heb vaak ook met elkaar in de kamer gedaan. Dus denk ik wel. Een beetje de trots van Amstelveen, hè? En die gaan nu een set doen, een openingsset, op advies van de trots van Amstelveen. Dus let goed op, als u dit ooit moet doen, Amsterdam, hè? Dan moet je strijd altijd. Dan zijn dit een hele grote. Dat doe ik straks nog, hoor. Ja, je ziet het al. Het is geen defensief spelletje vandaag. We gaan ervoor, hè. En daar gaat ons paard, dames en heren. In de aanval, heel goed. Ondertussen heb ik hier naast mij Maarten de Lange van Pegasus. En die heeft natuurlijk ook heel veel kennis van het spel. Dus jij kan misschien ons even vertellen wat er nu precies gebeurt op het bord. Nou, het leuke hiervan is te spelen in vorm van Queen's Gambit. Want het is dan met de D4 aan de C. Die daar speelt. En ja, wat dat betreft een aanvallende stelling. Dus de jeugd speelt wat dat betreft niet echt defensief. Maar het spel wel heel leuk in het geval. We komen hier ook voor het spektakel, maar daarvoor hebben we Herbert natuurlijk ook uitgenodigd. Dat is een spektakel gegarandeerd. Ja, ja, nee, het wordt toch een speelspel, dames en heren. Want wij gaan nu. Je wordt goed verdacht gewoon rustig ontwikkeld. Rustig ontwikkeld. Ik zie wel. Van de kant wel zenuwachtig zie je. Ja. Terecht, eigenlijk. Even een beetje bluffen erin, Herbert. Ja, bluff. Jij ziet hem ook, hè? Het is wel een stelling waarop het eigenlijk nog geen winnen of verliezen valt aan te rijden. Dus we zijn er gelijk waar. Gelijkspel. Het is nog een gelijkspel, hoor ik hier van mijn Britse adviseur. Ik wil nog gewoon theorie. Dit is allemaal nog theorie. Straks aan de vaste straat, denk ik. Het is wel een waar, want uiteindelijk is het bereik van zijn paard niet zo groot. Maar als je er een goede gedachte achter hebt, dan kan het wel weer spannend en innovatief zijn. Ja, dat vonden wij ook. Laten we gaan nog even rusten. Ik vond het ook een goede zet. Ja. Oh, dankjewel. En dat vonden wij natuurlijk ook, maar, maar je moet er wel bedenken. Bij ons moet een keer echt een vette schaak gaan spelen. We staan met z'n drieën en rijden, dan ren je naar het bord, doe je hem zetten en dan ren je weer terug. En dan is de volgende. Ja, dan zit gaat eerst zelf. Pak hem aan, Daniel, pak hem aan. Ja, maar goed. Daniel, je hoeft je niet in te houden voor Herbert, hè, want hij daar staat. Daniel, je moet ook op tijd opgeven, dus... Oh, hier! Ik vind het niet, is toch jou? Het is moeilijker. Lastig, hè?
Herbert, volgend jaar doen we een levend schaakspel. Ja. Ja. Met de echte koning en de koningin. Ja. Oké. Okay. Ik ben de koningin. Dat doen wij de andere koningin. Ja. Okay. Ja. Ik wil mee tot de spijt. Ja? Oké, jij als paard. Koning. Koning? Jij? Ik wil gewoon die kaken maken. Lopen? Kun je het wel goed doen? Ik kan het alleen maar meedoen door elkaar. Ja. Zo. Nou, dat is een applausje waard, dames en heren, deze zet, denk ik. Maar ja, dat zorgt er ook niet slecht op, moet ik zeggen. Dat valt me. Dat valt me tegen. Die wordt wel uitgedaagd deze week. Nou, hij heeft een over de rekening, hoor. Als je hem wegzet, dan moet je. Ja, maar dat zit hij wel. En dan morgen nog aan de boeren zijn. Misschien wel goed wat dan aan iedereen te vertellen. Helene, wat doen we morgen als sportbedrijf? Dan geef ik graag even het woord aan Sven. Die weet er alles van. Ik kan in ieder geval wel vertellen dat Herbert morgen niet in een kano gaat zitten. Maar morgen hebben we wel de poeldag. En Herbert gaat wel in een bootje zitten. Sven, wat gaan we doen morgen? Ja, morgen is het vlakbij. Aan de andere kant bij de Poolhofer. Bij Pools Up hebben wij een fantastische sportexperience, zowel voor de watersportverenigingen als de andere sportverenigingen in Amstelveen. Kunnen jullie daar zich profileren voor de inwoners? En hebben we een heel leuk aanbod met suppen, kano-polo. Herbert, je kunt nog steeds die kano in, hè? Als je toch nog. Nou, weet je, aardig is. Er zijn heel veel raadsleden hier vandaag ook. Dat vind ik geweldig. Dus. Nu is jullie kans. Ja. Maar goed, naast de activiteiten op het water hebben we ook een kidsfestival. Kijk even naar de fractievoorzitter van de burgerbelangen. Geen idee. Maar wil je morgen de kano in? Maar we hebben wel een passend alternatief, Herbert. We hebben namelijk ook een zomerschaatsbaan aangelegd. Dus je kan ook gewoon geschaatst worden. Dus als hij nou wel goed kan schaatsen en niet kan kano, dan kan hij gewoon een schaats aantrekken. Oké, we zullen zien. Dat is nog wel. Maar goed, in ieder geval een heel leuke dag. Ja. Voor jong en oud, allerlei activiteiten. Ja. Verschillende verenigingen die hier vertegenwoordigd zijn. Top. Dus kom langs. Ja. Zie ik dan Femke Lagerveld van de VVD is er ook. Je hebt toch de woord voor de sport bij ons, hè? Ja. Ja. Kun je een beetje schuiven? Herbert, ondertussen gaat het heel hard, hè? Je bent de dame benen verloren. Je knipt nog twee keer met je ogen. Dus ja, zo gaat dat ook. Even afgeleid. Door een andere dame, ondertussen is je eigen dame op het veld van het bord af. Er wordt even een tempootje bijgeschakeld. Maarten, wat gebeurt er nu? Nou, er wordt heel snel en goed gespeeld, dat kan ik niet anders zeggen. Met wethouder Herbert even weg was, ja, het zou wel een heel andere wending gekregen. Ja. Ja. Hij staat gewonnen zonder dat hij het veld voor heeft moeten doen. Ja, ja. Ja. Maar in ieder geval, het is wel een hele leuke partij om te zien. Qua publiek is de grote winnaar in deze, laat ik dat voorop stellen. En ja, op het ogenblik is er wel een klein kwaliteitsverschil. Dus een paard is afgeruild voor een toren. Van de andere kant moet ik qua stelling zeggen, is er nog op verzwaar nog heel veel mogelijkheden. Want in een paard in het middenspel is eigenlijk wat even zwil als een toren op het eindspel. Dus, maar in ieder geval, ik denk op deze manier dat we nog een eventje van mogen genieten. In ieder geval, de snelheid zit er nu aardig in. Het is wat je van hier verwacht. Ja. Ja. Het is geen aangeval. Is er nog gelijkspel? Of hoe noem je dat? Wit staat niet. Hoor. Ik hoor dat wit een kleine voorsprong heeft genomen. En dames en heren, als jullie nou denken, dit wil ik zometeen ook leren. Zometeen hebben we allemaal schaakborden staan. Het grote spel mag ook gebruikt worden. Je kunt om advies vragen. Je kunt hier langs de tafel kijken. Als je een mooi boek wil kopen, kun je langs gaan. Je kunt ook leren bridgen hierachter. Bij de Britse vereniging Bivea. Dan kun je aansluiten bij een tafel met ervaren spelers en die gaan jou dan alle ins en outs leren van het spel. En wil je een andere denksportuitdaging, vooraan bij Atilin kan je ook een hele leuke denkspelletjes doen. Wij hebben zelf voor de kleintjes, voor de kinderen allemaal leuke activiteiten meegenomen. We hebben Sudoku staan, dus die we oplossen. Dus zometeen kun je lekker rondlopen en een plekje zoeken en lekker de hersens laten kraken. Bij deze prachtige dag hier in het oude dorp. Ja, goed voorzeggen. Ja, maar ja, het moet niet te zijn, het is natuurlijk. Is moeilijk. Ja. Kunnen we iets verrassen? Ja, ik heb een idee. Ja. Ik heb een interessante verrassing. Ja, doe. Ik doe gewoon maar wat. Er wordt hier. Wow, dames en heren. Ik ben benieuwd wat onze expert ervan vindt.
Ja, dit is een vrij aanvallende zet natuurlijk. En ja, dit noopt op nadenken, al wel er weinig keuzes om hierop te reageren om door de koning te slaan. Maar het spel staat wel op de wagen. En ja, ik ga nu langzaam het eindspel in, zoals dat heet. Het middenspel is bijna gepasseerd. En ja, nu gaat het eigenlijk om wie heeft straks de beste pionposities. Om op te promoveren. Dus, ja, dan wordt iemand schaak gezet. Dus, daar zal je even dan, aan moeten wennen. Een beetje handig, want het is al een vraag. Ja. Ja, had jij ook een leuk idee? Nee, maar ik wil graag horen dat er nu iemand schaakt staat. Oh ja, dat staat ook. Kan het, ja. Ja, nee, ik zie het. En ook de mensen thuis, fijn dat jullie er ook zijn. Lidie. Ondertussen zijn Ethan Harris een beetje onder druk gezet. Die is gaan schaken met een zwarte paard. Ja. Hier zie je eigenlijk wat eigenlijk de afval die op het begin van de toren en dat paard werd gemaakt. Twee paarden in de aanval. Vrij sterk zijn. Hier is het echt een probleem met om hier met een goed uit te komen in ieder geval. Dus het is niet altijd even makkelijk. Ze zullen een aantal goede schakers niet anders over nadenken. Nu wordt de afval wel gedaan, maar... Ja. Herbert wordt ook een beetje stil, merk ik ook. Daar zijn we niet van hem gewend. Ja, maar het publiek ook. Denk ernaar, dat je in een spannende fase zit. Wordt hier een meesterzet voorbereid? Ja, we kunnen... Ja, of de eerstvolgende blunder, hè? Sorry? Misschien is je een blunder aan het voorbereiden. Maar, dat vind ik een beetje intimiderend, hoor. Nee, maar jij bent ook alleen van in intimidatie. Gaat het lukken, Herbert, of eigenlijk? Ja, nou, we blijven rustig, hè? Ja. Altijd rustig blijven in een lastige situatie. Ja. Doen we op het gemeentehuis ook altijd. Ja. Maar hier moet je erbij nadenken. Hier moet je nog nadenken ook. Ja, dat doen we daar wat minder soms. Ja. Ja, is de subsidie op dit vorige. Ik wil niet afgekomen. Ja. Ah, dat kan Herbert wel uit. Hij wel een beetje roet voeten. Ja. Voordat van Prins is dat iets sneller. Ja. Ik dreig nu met mijn paard voor zijn koning te gaan staan en dan staat mijn paard wel heel aanvallend in zijn stelling. Dus misschien gaat hij proberen dat te voorkomen. Misschien. En ik val ook een pion daaraan. Ja, wat goed dat je je plan al van tevoren kent. Ja. Ja, dat is wel fijn om te weten. Maar. Ja, ik vertrouw erop dat Philippe het al gezien had. Ja, ah ja, het is in ieder geval een hele interessante goede bestelling. Ja. Goede bestelling. Zullen we er niet zo aan doen? Dat kan natuurlijk, maar... En het is misschien een beetje flauw om te melden, maar Philippe Tendlent is op het ogenblik een stuk groter dan het... Jij zit op een 1400-1500 rating. Ja, 1300. Ah, je bent heel bescheiden, maar je schaakt op het ogenblik als iemand van 1800. Dus wat dat betreft doet het heel netjes. En dan merk ik toch dat je niet echt veel verschil in kwaliteit laat zien. Terwijl het toch qua rating een gat is in die twee zit. Ja, daar heeft hij ons wel een beetje op het verkeerde been gezet. Want vooraf zei hij van ik weet er eigenlijk niet zoveel van. En nou blijkt dit. Nou ja, ten opzichte van... Philip had hij daar een klein puntje, ja. Maar dit zijn wel hele mooie zetten die hier gespeeld worden. Wow. Ja, wordt ook sterk gespeeld. Ja. Philip, mag ik jou vragen wat jouw uurrekening op het ogenblik is? Het publiek vraagt dat en allemaal. KNSB of KNSB? KNSB, ja, noem ze alle twee maar. Allebei 1900. Ja, 1900. Nou, er zit nog een 400-500 verschil tussen. Als je daar niet al hier zit spelen. Sta je nu nog steeds? Nee, jij staat achter, maar qua stelling is er nog niet zoveel aan de hand. Ik vind het in ieder geval wel een hele leuke partij om naar te kijken. Dus. Vandaag zijn er ook punten te winnen, toch? Vandaag zijn er heel veel punten te winnen. 500 punten. Ja. Ja. Ik heb een fout gemaakt. Oké. Want ik wil nu met mijn pion die pion slaan, maar dan verlies ik mijn paard. Ja, je kunt die denk ik iets naar voren zetten. Ik heb hem volledig niet uitgemaakt. Koning op de rug. Ja, Ja, zit hier nog. Nou, wel lastig in. Maar dan... Jammer.
Ja. En je kon je toren bij, ja. Ja, ik sta nu schaak, maar mijn toren wordt nu aangevallen. Ja, oké, okay, ja. Ik geef op. Hartstikke goed. Je hebt goed gespeeld hoor. Ja, dat was eigenlijk, moesten we een eind aan maken, maar het was wel een hele leuke partij. Ja, ja, dankjewel. Philippe, Daniel, ontzettend bedankt. Ja. Goed gespeeld. Herbert, jij ontzettend bedankt. Graag gedaan. En het is, maar deze jongens zijn natuurlijk wel echt onze talenten van Amstelveen. Helemaal geweldig. Zeker. Dankjewel. Dames en heren, applausje. Ook voor onze vertrouwde sporten van de raad. Ik wil graag nog een klein woordje bij Matthijs. Wil je die zelf potje spelen? Mag hem, ja, als ik hem nog vast heb, dan mag ik nog. Ik moet ook nog even iets aan mijn verkoop doen. Mooie boeken, mensen, mooie boeken. De verkoop moet wel doorgaan.
Het is een beroemde zin om spul te desorganiseren. Oh, ja, hier moet ik natuurlijk wat aan doen. Ja, en dat is niet alleen het probleem, maar... Je hebt een grote probleem, hè? Ik heb heel veel problemen op het ogenblik. Dat gaat ergens anders. Kan niet anders. Nee, ja, dat, ja, dat kan. Nee, alles kan. Nee, maar ik ga dit doen. Dat mag niet als je onder vuur staat. Oh. Dat mag je niet aan kleren. Dan doen we deze, denk ik. Ik zie niet direct een andere. Ja, en dat is een goede oplossing. Ik ben blij dat je... Ik kan niet anders zeggen. Heel goed! Zo, nog één.